Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We beginnen vandaag met de weerkaart. We zien dat er een gebied met bewolkingen en buien ten zuiden van Nederland ligt. Vooral in het Alpengebied, aan de noordzijde van de Alpen, is het vandaag zeer slecht weer geweest. Maar waar wij vooral op moeten letten is op het grote hoge drukgebied. Het hoge drukgebied heeft twee kernen: eentje bij het zuidwesten van Engeland, en de tweede ligt ten westen van Noorwegen. Dat kunnen we hier niet op de kaart zien. Dat hoge drukgebied dat verandert eigenlijk amper van plaats. We zien dat de luchtdruk bij ons rond de 1025 blijft schommelen. De kern verplaatst zich wel wat meer naar het noorden, maar regen en wolken komen niet onze kant op. Het blijft dus voorlopig droog in Nederland, of in ieder geval zo goed als droog. Vanavond droge omstandigheden, de zon schijnt flink, halverwege de avond is het nog steeds een aangename 24 graden, kunnen dus weer lekker lang buiten zitten. Er staat wel een stevige noordoostenwind, die blijft windkracht 3 tot 4 en aan zee slechts af en toe windkracht 5, neemt slechts een fractie af vanavond. In de nacht koelt het dan af naar zo'n 15 tot 17 graden, geen plaknacht, eigenlijk is er weinig aan de hand, trekken een paar wolken over, valt geen regen uit. Kijken we dan naar het weer van morgen, dan hebben we opnieuw een flinke zonnige periode. In de loop van de dag komen er een paar stapelwolken. Heel misschien in de namiddag en avond lokaal een bui in de zuidelijke provincies. Maar ja, ik kan het niet voorzichtiger zeggen, het zal grotendeels droog zijn, dus je moet echt pech hebben als je die bui tegenkomt. Temperaturen half een graadje hoger dan vandaag betekent dat het op wat meer plaatsen 27 à 28 graden gaat worden. Aan zee opnieuw zo'n 24 tot 26 graden. En de wind waait morgen opnieuw uit het noordoosten. Is iets minder sterk dan vandaag, maar nog steeds winkelt 3 tot 4. Heerlijke zomerdag, wat mij betreft. Donderdag, vrijdag en zaterdag blijft het ook zomers. Maar de kans op een bui neemt geleidelijk wel toe. Donderdag is het nog slechts een zeer lokale bui. Dan vooral in de oostelijke helft van het land. Vrijdag en zaterdag wordt de kans op buien duidelijk groter. Dan kan er ook een keer een onweersklap bij zitten of hagel. En die buien die ontstaan dan vooral in de middag en avond. In de ochtend zijn er flinke zonnige perioden. Temperaturen leveren een fractie in. Zaterdag is het gemiddeld zo'n 25 à 26 graden. Terwijl morgen dus nog plaatselijk 28 graden kan worden. En die dalende trend, ja, die zien we toch wel doorzetten. Ik moet toch echt zeggen dat het na het weekend duidelijk even wat kouder wordt. Temperaturen dalen dan tot zo'n 20 à 23 graden. Mogelijk dat ze later weer wat omhoog gaan. Maar in eerste instantie moeten we het vooral van het zomerse weer hebben tot en met zondag. Waarbij de kans op buien dus wel toeneemt. Ik ben Michiel Severin. from www.plaza.nl